I've been thinking. Geef jij leiding op je werk? Heb je het super druk en wil je al meer rust in je hoofd, balans? En wil je graag groeien? Nou, dan ben ik dus bij Iris, die zit daar, aan het juiste adres. Want zij kan me er alles over vertellen. Iris, ik begreep dat professionals bij jou terecht kunnen. Ja, dat klopt. Dat klopt. Professionals met een groeivraag voornamelijk. Wat voor vragen moet ik me dan voorstellen? Mensen die bij mij komen zijn voornamelijk mensen die meer rust willen in hun hoofd. En ik help ze dan om goed en waardevol te voelen over zichzelf, wie ze zijn, wat ze willen en wat ze doen. Werk je dan met specifieke methodes? Ik werk met een leiderschapsmethodiek. En verder heb ik mijn eigen methodiek ontworpen. Dat is een vorm van time management. Die heet Plan Flow Organiseer Indianentijd. Hoe zit dat dan precies? Het klinkt best wel leuk. Kijk, wij leven nu met het internet. Ja. En wij hebben voortdurend informatie, krijgen wij naar binnen, via scherm. Ja. Eigenlijk hebben we nooit ruimte om die input te verwerken. Indianentijd is tijd die je organiseert waarin je geen klok hebt en geen internet. Dus dat houdt in dat je gewoon maar ziet wat er op je pad komt en het leven leeft zoals het geleefd moet worden. Dat gaat natuurlijk altijd ook in combinatie met in flow werken. Mm-hmm. En hoe gaat dat dan, in flow werken? En flow betekent dat je in diepe concentratie het voor jou belangrijkste werk doet. En dat houdt in dat jij niet een hele to-do-list van 25 dingen afraffelt, maar dat je echt aan jezelf vraagt, wat is het belangrijkste dat ik doe vandaag? En dan hoogstens 3 dingen. Die maak jij af. En dat houdt in dat je daarna klaar bent. Stel je voor, je hebt flow gepland in diepe concentratie tussen 12 en 2. Werk afmaken en ben je klaar. Nou, daar teken ik wel voor, hoor. Dat wil ik wel proberen bij je. Oké, ja, daar kun jij nu mee beginnen, want ik heb hier een boek over geschreven en dat krijg jij van mij. Oh. In dat boek staat precies uitgelegd welke stappen jij kunt nemen om in flow te komen, om Indianentijd te organiseren. En er staat ook veel uitleg in over wat er in je hersenen gebeurt. Mm-hmm. En je kunt er meteen mee aan de slag. Dat ga ik zeker doen dan. Leuk. Succes. Ik ga er al mee beginnen zo.